Zoals het er nu uitziet gaan we morgen de Golf van Sky oversteken. Dus we gaan nu de laatste klusjes doen aan de boot. En de route nog eentje goed doorspreken. De laatste weerberichtje binnenhalen. En dan gaan we heel goed bijslapen. Zodat we morgen onze tocht van meer dan 300 mijl kunnen beginnen. We hebben net weer de verstaking opnieuw gesteld. De mast staat weer lekker stevig en is goed getrimd. Daarnaast hebben we van deze splitpennen ingedraaid. Zodat de verstaking altijd gebolgd zit aan de boot. En dat ze er niet zelf uit kunnen draaien. We draaien de splitpennen in. En geen bolgingetje, zodat de splitpennen veel sterker zijn. Omdat er weinig wind dat verspilt, hebben we waarschijnlijk ook zo nu en dan de motor nodig. Dus dat is belangrijk voordat je vertrekt, dat je even je motor controleert op een paar basale dingen. Dus ten eerste gaan we het oliepeil gaan meten. Nou, zoals jullie zien zit er eigenlijk te weinig olie in. Dus we gaan even de olie bijvullen van de motor. Nou, de koelvloeistof die kunnen we checken door deze dop los te draaien. Nou, dan zien we dat er best wel weinig koelvloeistof nog in zit. Dus we gaan ook koelvloeistof bijvullen. Nou, we hebben ook nog de keerkoppeling, die heeft ook smering nodig. Dus daar moet ook van het oliepeil worden gecheckt. Dat gaan we nu ook doen als laatste. Nou, de keerkoppeling zit perfect veel olie in. Zit precies onder het streepje. Dus hier hoeft niks aan te gebeuren. Dan ga ik altijd nog even de veesnaar checken. De veesnaar mag je niet meer dan een kwart draaien. Anders is die te los. Ja, nu komt er behoorlijk al wat spanning op. Dus de veesnaar is nog in goede conditie. En als laatste check ik altijd nog even met de zaklamp of er niet nog heel veel olie onder de motor ligt. Nou, dat is nu niet het geval. Nou, de Golf van Biscay, dit is ongeveer 350 mijl voor ons zeilen na La Corona. Dit is natuurlijk belangrijk dat we dit goed gaan voorbereiden. Ten eerste maar hebben wij een plotter aan boord waar we gebruik van maken. Nou, de plotter kan natuurlijk altijd uitvallen. Dus we hebben als backup systeem hebben we nog een iPad. En een iPhone waar ook alle kaarten op staan. Mochten de accu's kapot gaan, dan kun je dus niet je iPad en je iPhone opladen. Daarom hebben wij aan boord een externe oplader. Met dit ding kunnen wij ons apparaat ongeveer 5 keer opladen. Dat moet ruim voldoende zijn voor de Golf van Biscay. Nou, mocht dat ook stuk gaan, dan hebben we altijd nog de traditionele oude kaarten. Dus wij kunnen, als alles kapot gaat, dan hebben we alsnog de oude kaarten waarmee we kunnen navigeren over de Golf van Biscay. Dus op deze kaart staat eigenlijk de hele route die we gaan varen. We beginnen hier met dit eiland. En dan gaan we vanaf hier in één rechte streep La Coruña varen. We willen kijken wanneer we het beste kunnen vertrekken hier en kunnen aankomen bij La Coruña. Daarvoor gebruiken we de reeds. In de reeds staat eigenlijk alle informatie die je nodig hebt. Dus er staat in wanneer het hoogwater is, wanneer het laagwater is, hoe je de haven moet binnenvaren en wat het marifoonkanaal is van de havenmeester. Dus als we er bijna zijn, dan kunnen we met de marifoon kunnen de havenmeester opbellen. Aan onderweg hebben wij natuurlijk ook graag weersvoorspellingen. Daarvoor gebruiken wij dit apparaat, dat is een Iridium Go. Een kastje, en dat maakt van je iPhone een satelliettelefoon. Dus met mijn iPhone kan ik dan overal ter wereld bellen. Ook als ik een noodsignaal heb, kan ik met de satelliettelefoon de kustwacht bereiken. En met de satelliettelefoon heb ik ook internet. En daardoor kan ik via mijn MacBook de weerberichten gaan binnenhalen. Nou, zo ziet het weer eruit via de Iridium Go op je laptop. Nou, dit is woensdagnacht. Woensdagnacht begint het groen te worden. Dat betekent dus dat we dan lekker wind hebben. De wind komt ook vanuit het noorden, vanuit het noordoosten. Dus we kunnen mooi met voor de wind of bakslagwind naar La Coruña varen. Op donderdag krijgen we even geen wind, want dan wordt alles blauw. Blauw betekent bijna geen wind. En op vrijdag begint het allemaal weer groen te worden. Dus op vrijdag krijgen we weer een lekker windje mee. Nou, we gaan nu voor de laatste keer naar het vasteland in de komende 3 à 4 dagen. We gaan nog even alle spullen opladen. Even lekker surfen op internet, want ze zullen de komende 4 dagen geen internet hebben. De laatste boodschapjes doen, de vouwtjes ophalen en dan zijn we helemaal klaar voor vertrek.